Ik ben Kees Kaan, Kaan-architect in het bureau. We zijn op de campus van de Universiteit van Tilburg. We hebben hier een ontwerp gemaakt en dat is ook gerealiseerd, want we zitten erin voor een onderwijscentrum. En we vonden dat het gebouw moest zijn wat een soort lofty gevoel moest geven. Daarmee bedoel ik ruim en genereus, dus hoogte en volume. Goede ruimte waar trappen in staan en waar verkeersruimte, omdat als colleges afgelopen zijn en studenten gaan rouleren, dan is het een beweging van je welste in het gebouw. We hebben gekozen voor materiaal wat eigenlijk dat idee van dat lofty karakter van het gebouw versterkt. Dus beton, stoer, staal, grote glasvlakken, heel transparant. En kolommen die je in de gevel ziet, die dragen de vloeren van het gebouw. En daartussen zitten glazen stroken met daarachter leslokalen en allerlei verschillende programma-onderdelen. We hebben een centraal plein waar twee patio's naast staan die volstaan met hetzelfde groen wat je buiten ziet. Dus die een soort verbinding maken met het groen van de campus. En dan heb je eigenlijk in het hart van het gebouw heb je beneden dat auditorium wat ingegraven is. Boven dichte dozen de tentamenzalen en in de rand van het gebouw alleen maar prachtige hoge ruimtes met zowel glas naar binnen als naar buiten. Maar ook om optimaal te profiteren van het groen, van de omgeving, van de prachtige omgeving, waar toch ook een soort rust van uitgaat, focus, concentratie. Ik ben het meest trots op de ruimte in het gebouw. De overdaad eigenlijk aan vrije hoogte, aan ruimtelijkheid. Ik denk dat het ook een gebouw is waar studenten wel graag naartoe komen daardoor. En ik vind ook dat, ja, naar de opdrachtgever toe, die hebben echt volgens mij een goed gebouw gekregen. En dat vind ik wel echt cool, zeg maar. Ja.